Tennispark BLTV was afgelopen week het toneel voor het Breda Future Tennis Toernooi. Uit heel de wereld kwamen talenten bijeen om mee te doen. Future toernooien, zoals die in Breda, gelden voor tennissers als opmaat naar een carrière op topniveau. Nou, we zijn sowieso een toernooi plus H, dat is plus hospitality. Dat betekent ook meteen dat ze meer punten verdienen. Hoe verder ze komen in ons toernooi, hoe relatief meer punten ze bij elkaar sprokkelen om hun ranking te verbeteren. We get the dropouts from Wimbledon. They enter Wimbledon and they enter here at the same time. And if they got knocked out in the last rounds of the qualifying, then they come here. Beide vrouwen werden het toernooi gewonnen door de Amerikaanse Bernarde Pera. Maar de finale van de mannen ging tussen twee Nederlanders. Thomas Schorel uit Amsterdam en Matwe Middelkoop uit ons eigen Breda. Superleuk sowieso voor Matwe, local hero zoals die ook genoemd wordt. Hij is heel gebrand om te winnen, want het is hem nog nooit gelukt. En dan natuurlijk Thomas daarnaast, een ontzettend groot tennistalent die geplaagd is geweest door wat blessures en op de weg terug is en echt in de top 100 van de wereld thuis hoort. De spelers waren dus zeker aan elkaar gewaagd. Op de goed gevulde tribune hadden de toeschouwers het dan ook erg naar hun zin. Ja, is geweldig. Heel erg leuk. Goed weer, goed spel en ja, een geweldige finale. Ik heb ze beide wel eens op televisie zien spelen. Maar dit vind ik, zie je ze zo. Dit is veel leuker natuurlijk. Hoe vind je dat de wedstrijd gaat? Een beetje op en neer. Want ik dacht in het begin dat het vrij makkelijk zou zijn voor Middelkoop. Maar verlies hij toch de eerste set. En nu draait het weer om, dus kan nog spannend worden. De finale werd uiteindelijk gewonnen door Schorel. Hij versloeg de soms een tikje gefrustreerde Middelkoop in twee sets met 6-4, 6-4.